Niemand minder dan Odette Miranda, oprichter en directeur van Chatskis Advertising Production en Promotion. En Chatsky is gespecialiseerd in de productie en conceptontwikkeling van audio, videografische, grafische ontwerpen voor media, bewustwordingscampagnes en evenementen. Daarnaast is Odette ook bezig met het tv-station Supreme TV. En dat, daar zien we heel mooie producties van. Nou, Odette, ik denk dat jij het verhaal beter kan vertellen. Hè? Dames en heren, de derde fuck-up van deze avond, Odette Miranda. Dankjewel, goedenavond. Ben ik goed te horen? Ja? Oké. Okay. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kijk naar Omaira, ik kijk naar Jetro en denk, oh shit man, I'm old. En dat is wel echt gewoon, sorry, maar dat is wel echt het gevoel. Ik denk, vaker in de kamer geweest en dan ben ik de jongste, maar vanavond is een whole different ballgame. Omaira praat over één fuck-up, Jetro heeft over een paar gesproken. Ik denk, you don't want to know my list, want we zijn hier nog drie avonden. Maar dat komt waarschijnlijk gewoon door de jaren. Mijn dochter van 13 zit hier. En ze is mijn nakomertje. En ze zegt net tegen me, luister maar, doe niet formeel, ja? Want die mensen zijn hier geen jury voor het publiek. Dus doe chill. Doe een beetje flexie, want anders gaat iedereen gewoon naar buiten lopen. En ik ga je heel eerlijk zeggen, je gaat er niet denken, 25 jaar op het podium te hebben gestaan, heb ik nog steeds zenuwen. Ja, dat gebeurt. Dus als dat nou wel of niet een fuck-up is, I don't know. Eén ding weet ik wel, als een vrouw die in de media is, ja? Ja? Een beetje meer. Dus je zou denken dat ik weet hoe een mic werkt. Mooi niet. Meer naar het midden. Meer naar het midden. Oké. Hier wachten. Hallo? Hoor je me goed? Ben ik te horen? Duidelijk te horen? Ja? Oké, zoals ik al zei, de lijst van mijn fuck-up zal dus vele malen langer zijn, omdat ik gewoon al vele malen langer aantal jaren in het... in het leven zit, denk ik. Vorig jaar ben ik 50 jaar oud geworden. Laat me je zeggen, when you hit 50, it's a whole different, dankjewel. Maar laat me je vertellen, it's a whole different ballgame. Plotseling wordt die spiegel niet meer dof. Het is echt, ja? Eén kan ik je wel zeggen, ik ben 50 jaar geworden en ik heb gezegd, the bullshit stops here. Dus al die andere bullshit die ik heb meegemaakt in mijn leven, tot daar. Tot ik 50 ben geworden en daarna is het no more Mr. Nice Girl, no more Mr. Sugarcoating, no more Mr. Taking the Bullshit. Nee, het is echt afgelopen. En het is een levensfase, maar laat me je zeggen, it's the best. Tot nu toe. Ik weet niet wat 60 doet. Goed, anyway. Als we praten over fuck-ups in het leven, praat je over een heleboel verschillende areas van het leven waar je kan opfokken. Laat me je vertellen. Love life. Don't even go there. Ja? Oké. Kinderen opvoeden. Misschien moeten we straks 2 minuten praten, dan ga je horen wat er gebeurt. Ik zal jullie maar niet het nummer geven van mijn kinderen in Holland, want anders wordt het helemaal feest. Mijn gewicht, let me tell you. Eeuwige strijd, dat ik dood ga, gaat het gebeuren. Zeker als je een chocoladeverslaving hebt, lastig. Jullie zijn young professionals hier, dus het is de bedoeling dat ik over mijn fuck-ups praat van mijn carrière. Dat is althans waarschijnlijk de enige fuck-up waar ik een beetje dieper in durf in te gaan, op in durf te gaan, ten opzichte van die andere die ik net heb genoemd. Dus goed, laten we het even hebben over de fuck-ups in mijn carrière die ik met jullie wil delen. Ik heb 3 uitgezocht. Ik hoop dat ik het red in die 20 minuten. De eerste is, heeft te maken met iets dat heel gevoelig is als je onderneemt. En dat heeft te maken met finance. Dit verhaal begint zo. Ik ben 12, 13 jaar oud, misschien een beetje ouder. Ja, 12, 13 jaar oud ongeveer. En ik ben in mijn jonge jeugd ben ik opgegroeid bij mijn grootmoeder thuis. Zij woonde ook aan de Anton Drachtenweg. En mijn grootmoeder was, ze was een beetje flexie, maar ze was toch vrij conservatief. Mijn grootmoeder heeft altijd kweekjes in huis gehad. Meisjes, jonge meisjes die ze opvoedt. En die ze eigenlijk zeg maar ergens van een familie, van haar universiteitsfamilie is van. Maar ze haalde altijd een kind dat in problemen was bij een familie vandaan. We hebben van alles gehad. Indianen, Hindustanen, Javanen, noem het op. Alles hebben we gehad. En er was dus een meisje bij haar in huis. En dat meisje heette Asha. Asha was een paar jaar jonger als ik. Dus we konden het redelijk, in de zin van niet echt met elkaar vinden. Maar de
ik was de jongste van iedereen in de buurt. Dus met mij sprak ze een beetje Tori. Goed, anyway. Ik ben naar Holland gegaan, ben teruggekomen. Ik heb 5 jaar in Holland gewoond. Dat was like... Oké, dat was een real fuck up. Maar goed, ik ben teruggekomen naar Suriname. Ik had vreselijke heimwee. Ik voelde me niet thuis. Ik kon niet aarde in Holland. De winter was een hel. Ik ben teruggekomen. En ik ben echt teruggekomen met mijn koffer en mijn kind. En dat was het. En waar beland ik? Bij mijn moeder. Lastig. Anyway, start mijn carrière. En op een gegeven moment begin je dus... Ik ben alleen begonnen. Echt alleen in een kamer daar bij de STVS. En het begon te groeien. Het begon te groeien. En op een gegeven moment groeit de organisatie zodanig dat je niet alles zelf kan doen. En wat komt er op een gegeven moment op mijn pad? Asha komt terug. Want zij komt bij mijn grootmoeder op bezoek. En een van die dagen, want ze was natuurlijk al wat ouder. En ze zocht naar een baan. Oké, ze had wat cursussen gedaan hier en daar. En ik zeg, hey, weet je wat? Kom me helpen om een administratie te doen. Dat is dus gebeurd. Asha is gekomen. Asha begon administratie te doen. Kijk. Ik heb die middelbare school niet afgemaakt. Hè. Dus als je mij vraagt wat boekhouding moet doen, don't go there. Dus ik heb tegen haar gezegd, luister, oké, dit is de kassa. Dit is het kasboek. Dit is het bankboek. Regel dat ding. Je moet gewoon opschrijven wat er allemaal gebeurt. Anyway, zo gezegd, zo gedaan. En door de jaren heen, de organisatie groeide, kwamen steeds meer mensen bij. En Asha was eigenlijk voor mij eigenlijk een beetje het kleine zusje. Dat is wat ze was. En zo voelde ik het ook. Maar wat er op een gegeven moment gebeurde... is dat Asha eigenlijk een beetje zijstraat heeft genomen. Asha begon haar eigen boekhouding erop na te houden naast die van mij. Dat is wat er gebeurde. Oké, dat is uitgemond in een groot drama. Ze heeft ongeveer consequent, ik denk een jaar of 2, elke dag, eerst 5 en toen 10 en toen 20, en zo multiplied het bedrag elke keer, heeft ze zeg maar de lange vingers in de kassa van het bedrijf gezet. En 2 jaar lang heeft ze dus het bedrijf opgelicht. Dat is wat er is gebeurd. Oké, heel erg vervelend uitgemond. We zijn erachter gekomen dat ze dus een geld nam uit de kassa. En ze is een politiezaak geworden. Ze heeft in een gevangenis gezeten. Een paar jaar heeft ze daar gezeten. We konden bewijzen dat zij het had gedaan. Uiteindelijk is Asha uit de gevangenis gekomen, maar Asha had wel een auto, een perceel en een huis, al die dingen die ik niet had. Dat is wat er met Asha is gebeurd. De 2 jaren gevangenis. Ik weet niet of jouw ervaring hetzelfde heeft gedaan met jou, maar in ieder geval, zij had dat wel. Ik had dat. Ik had geen perceel, ik had geen huis, zij wel. Oké, wat heeft dat me geleerd? Dat heeft me geleerd is dat het maakt niet uit met wie je samenwerkt, ook al is het je moeder. Je zuster, je broer, je neef, je buurvrouw of je kind. Finance, don't fuck it up. En dat wil zeggen, controleer. Don't trust, control. Controle is geen daad van vijandschap. Ik ga zeggen, die hele episode met Asha heeft me zo verschrikkelijk geraakt. Diep, diep gewoon verdriet gegeven. Echt heel erg. Dat het me zeker 2 tot 3 jaar geduurd heeft om er bovenop te komen, om te zeggen, oké, is goed. Dus hoe gaan we hiermee verder? Hoe gaan we dit nu inrichten? En hoe gaan we dit nu doen? Het heeft me zodanig geraakt dat ik zelf eigenlijk in de jaren daarna zo wantrouwig ben geworden van alles en iedereen, dat ik gewoon alles zelf deed. Want ik denk, nee, dit kan niet. Nou, op een gegeven moment, de organisatie wordt groter, dit komt erbij, dat komt erbij. Je kan het gewoon allemaal niet meer. 1 ding weet ik wel, dat ik toen heb gezegd van, hé, luister nou, ik was gierig, toch? Je bent in het begin, je wil geen geld uitgeven voor een boekhoudsysteem en voor een digitaal ding. Laat me je zeggen, het is heel erg meer dan de investering waard. Dus wanneer je onderneming gaat opstarten of wanneer je business daadwerkelijk van de grond gaat komen, meer biggie. Koop QuickBooks. Koop het. Hoor? Want echt waar, het is vreselijk. En nu denk ik niet meer aan Asha. Soms wel, she crosses my mind. Maar waar het op neerkomt is dat ik dat meisje in het is in huis genomen door ons. En dan kan je aan de andere kant zeggen, misschien was het niet haar schuld. Het was gewoon dat ik niet heb gecontroleerd. Want ik vind wel dat als er een fout gebeurt in je leven, dat je altijd eerst moet kijken naar wat jouw bijdrage geweest is. Je kan altijd fingerpointen, want dat is makkelijk. Maar inderdaad in de spiegel kijken en zeggen, oké, dus waar heb ik het fout gedaan? Dat is wel het belangrijkste, want daar begint het bij. Jij bepaalt. Dus, QuickBooks, schrijf het op je lijst. Als je onderneming hebt, je hebt geen financieel systeem, koop het nu.
Moet je het nummer? Quickbooks.com. Ja? Doe dat. Serieus. Tutorial dat ding. Doe iets. Weet je? Echt hoor. Want je gaat geen geld uitgeven om iemand om die les te geven. Tutorial Quickbooks. Ik verzoek jullie beleefd. En ook al is het jouw moeder, je nicht, nogmaals je buurvrouw, je tante, je zuster, je kind. Controle is geen daad van vijandschap. Don't trust. Check. Uiteindelijk doe je het voor het geld. Een beetje, toch? Omaira? Toch wel een beetje? Oké. Dat was mijn eerste fuck-up. Goed. Tweede. Ik praat echt over de dieptepunt. Want ik praat niet over de elke dag fuck-up. Want ik sta hier, leuk te babbelen. Ik heb niet eens een damn presentatie gemaakt voor mezelf. Even serieus, wat voor mediavrouw ben ik? Ja, hoe serieus nemen jullie me als ik dat niet eens voor mezelf kan doen? Weet je, met een shit-ass excuus van, hey, sorry, ik had geen tijd. Maak je op niet, hoor. Ik had geen tijd. Dus ik hoop dat het verhaal leuk genoeg is dat ik het ook zonder presentatie kan. Anders gaat mijn dochter me straks ook nog thuis uitschelden. Goed, tweede fuck-up is dat ik een... goed, altijd op zoek naar leuke mensen, creatieve mensen, waarmee je wil samenwerken. Dus je start een sollicitatieprocedure en dan komt er een hele... ik wil heel bedachtzame woorden kiezen. Een hele bijzondere, getalenteerde, intelligente jonge vrouw mijn kantoor binnen. En het klikt zo verschrikkelijk goed. En ik denk, wow man, wat ga ik doen om deze binnen te houden? Oké. Zoals zwanger, een paar gesprekken. Elke keer als er weer een gesprek kwam, raakte ik wel meer enthousiast over de samenwerking met haar. Een paar maanden later, baby geboren. Dus het leven is veranderd bij haar en ze was dus inderdaad op zoek naar andere dingen. Ze was ook een leeuw, net als ik. Dus, birds of a feather, hè? We flock together. Maar aan de andere kant zijn we veel van hetzelfde, dus we moeten uitkijken. Heel voorzichtig met die relatie omgaan. En op een gegeven moment heb ik in de gaten dat ik iemand voor me heb die je niet moet containen in het bedrijf. Je weet toch? Niet moet zetten achter een bureau en zeggen van oké, dit is je taak en dit is wat je moet doen. Ik had iemand tegenover me die ook een ondernemer was, net als ik. En dat heb ik wel heel erg direct herkend. Op een gegeven moment loopt ze mijn kamer binnen en ze zegt tegen me, luister nou, ik ga heel eerlijk tegen je zeggen, boy, ik vind dit geweldig, ik wil echt met je doorwerken, maar ik ga niet voor je kunnen werken. Dus oké, dat was heel duidelijk. Voordat ze het zei, wist ik het al. Ik wilde het niet toegeven, maar ik voelde het in mijn gut. Je weet toch? Van, oké, ik wil deze energie behouden en inzetten voor wat we aan het doen zijn. Dus hoe ga ik dat doen? Anyway, lang verhaal kort. Op dat moment waren er een paar opportunities bij Shetsky's. En waardoor we eigenlijk een beetje van onze core business afgingen. En die core business was natuurlijk, zoals de bio het heeft verteld, audio-videoproducties, events en dergelijke campagnes en ga zo maar door. Maar we waren eigenlijk aan het venturen naar andere gebieden, zeg maar. Toen hebben we gezegd, weet je wat, laten we een business unit maken van die dienst. En die dienst was acquisitie, het verkopen van reclames voor alles en iedereen. Het zou dus eigenlijk het verkoopbureau worden. Dus dat wil zeggen, Jetro zou een magazine hebben. Jij komt naar ons. Jij zegt tegen ons, oké, luister nou, dit zijn de advertentiepagina's die we willen verkopen. Dit is hoeveel we willen verdienen. Maak je commissie erop. Maar ik, als jij hebt verkocht... Oké. De bedoeling was natuurlijk one-stop window. Alle bedrijven moeten naar jou die iets te verkopen hebben. Jij gaat naar de klant en zegt, ik heb een portfolio van, kijk, mediabedrijven, magazines, ga zo maar door. Billboards, outdoor reclames. Je bent one-stop shop om alle reclameuitingen te verkopen. Dus het bedrijf is gestart en het bedrijf heeft een partnerschap geweest. Waarbij ik 90% aandeelhouder was en die dame 10% van de aandelen had. Maar met dien verstande dat zij de directeur mocht zijn van het bedrijf. Dus zij heeft zeg maar het directeurschap genomen. En ik was eigenlijk een beetje meer de adviseur. Ik keek mee. Weet je, elke week hadden we een meeting. En het ging heel goed. Het startte heel goed. En naarmate de tijd vorderde, het was niet zo lang, misschien een jaar of anderhalf, keek ik naar de organisatie en ik denk, boy, iets klopt niet. Ik kijk naar die boeken. En ik kijk naar het aantal mensen hier en iets klopt niet. Oké, bedrijf is doorgegaan, nog 2 of 3 jaar op een gegeven moment. En the cracks were there. Evident, heel duidelijk. Writing on the wall, van het gaat niet goed.
boeken controleren, het verhaal aanhoren, kijken naar wat er gebeurt, analyseren. Maar ze was zo vol overtuiging en zo met zoveel energie bezig, dat ze me elke keer wel weer zo ver kreeg om te zeggen van, hey, Nonnespang, I got this. Ik ga het doen, ik cover it. Ik heb 2 tot 3 jaar geleefd met een gut feeling van, boy, dit is niet goed. Het is gewoon niet goed. En I couldn't put my finger on it, maar ik waardeerde de relatie zo heel erg. Ik was zo, ik hield van haar. Ik was van haar gaan houden, als een zus, weet je. Maar het is, begrijp me niet verkeerd, het is niet iemand die me heeft opgelicht of zo. Dat was het niet. Het was echt een partner, zo heb ik haar ook echt ervaren. Maar op de een of andere manier was mijn gut feeling niet sterk genoeg om gewoon in te gaan op wat ik zeker wist dat niet goed was. En haar eigenlijk te behoeden van neergang. Dat is uiteindelijk gebeurd. Het bedrijf is kapot gegaan, dus ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik heb gezegd, oké, laat me dit doen, laat me dit betalen, laat me je hier helpen, laat me dit, laat me zus, laat me zo. Alle aanbiedingen die ik heb gedaan aan haar om het bedrijf alsnog te redden, heeft ze afgeslagen. En we hebben heel vaak heel veel gesprekken gehad hierover, urenlang. Over wat kunnen we doen, waar komt het vandaan, wat is er aan de hand, waar kan ik je helpen. Maar ze was zo trots dat ze gewoon weigerde om de hele opstartfase die Chelsea's had gefinancierd te laten gaan. Ze wilde het zelf doen, ze wilde zelf uit het dal komen. Ze wilde zelf eigenlijk aan haar en aan mij bewijzen dat ze het wel kon. En dat mijn geloof in haar goed genoeg was en echt was omdat ze het echt kon. Uiteindelijk is het bedrijf kapot gegaan. Heb ik een schuld, de koers was toen 2,8, een schuld van 124.000 SAD. Daarmee is de handdoek in de ring gegooid. En eigenlijk is het meisje der carrière met een sisser afgelopen. Dat is eigenlijk gebeurd. En eigenlijk is de les hieruit van, hey, luister, wanneer je zo overtuigd bent, want je bent de ondernemer, dus je weet waar je gut vandaan komt, je bent de ondernemer, en je ziet iets, en je merkt iets, en je voelt iets. Don't be blindsided by the bullshit. Doe dat niet. Geloof je gut. Want dat is waar de kracht vandaan komt. Dat is wat je moet doen. Dus ook al zeg je van, hey, luister, ik wil je geloven en ik wil je stimuleren in je eigen ontwikkeling, want je moet er zelf uitkomen, want dit is jouw shit. Ja toch? Pull the plug. Stap ermee. Ik zeg je, ik verzoek je, stap ermee. Want het heeft me niet alleen maar geld gekost, die ik eigenlijk heb onttrokken van mijn main business. Niet alleen maar dat. Het heeft ook eigenlijk alle partnerschappen die via Chelsea's binnengekomen zijn, doorgesluist zijn naar dat bedrijf, ook kapot gemaakt. En daarna moest ik damage controle. Van, dus wat? Luister, omdat jij het bent daar. Ik denk, ja, fijn dat ik het ben. Weet je wat? Ik was het niet. Oké, dus waarom moet ik er nu voor betalen? Waarom sta ik hier door het stof te gaan hiervoor eigenlijk? Waarom? En dan kan ik ook weer zeggen van, oké, was het haar schuld? Nee, het was mijn schuld. Het was mijn schuld, want ik heb niet naar mijn gut geluisterd. Gewoon niet. Fout. Luister naar je gut. Want daarom praat het met je. Dus don't ignore it. Want het is echt daar. Alle warning signs waren daar. Alle alarmbellen gingen af. En toch nog steeds heb ik gewoon geloofd in het woord van iemand waar ik eigenlijk vandaag de dag nog steeds verschrikkelijk veel van hou. En eigenlijk het me nog steeds heel erg veel pijn doet dat haar carrière en daarna eigenlijk ook haar hele leven zo gegaan is zoals gegaan is. Zij is happy, ik kijk ernaar en mijn gut zegt me, nee, dat ben je niet. En op de een of andere manier, wanneer ik aan haar denk of wanneer ik aan de situatie denk, en het is niet elke dag, maar wanneer het langskomt wel, voel ik me nog steeds verantwoordelijk daarvoor. En dat is knagen aan je ziel dat nooit meer weggaat en door niets opgelost kan worden. Derde fokken. Het zijn meer, ik heb je gezegd. Goed, dus ik denk, ja, één ding weet ik wel en dat wil ik jullie meegeven even tussendoor. Je heeft niet echt een verhaal, maar gewoon, 50, je weet toch? Oké, ik weet wat ik ben. Ik weet wie ik ben. Eén ding weet ik zeker, ik ben geen manager. Dus ik vind het leuk, maar ik ben geen manager. Ik ben een ondernemer en dat is wat ik ben. En hoe eerder
je naar jezelf kan kijken in de spiegel. Of een test kan doen die je kan vertellen wat je bent. Hoe beter. Hoe eerder je weet wat je werkelijk bent, hoe beter jij jouw carrière kan richten. Ik ben een ondernemer in hart en nieren. En dat wil zeggen dat ik vreselijke risico's neem. Soms hele domme risico's neem. Hard val. Maar weet je, I wouldn't change it for the world. Goed. Plan van een tv-station was er al een tijdje. Eigenlijk is het plan van een tv-station gekomen na een hele rijke radiocarrière. Met de man die me allemaal eigenlijk dit in deze branche heeft opgezet. En dat is Werner Dusenhover senior. Let wel, senior. En ik eigenlijk... heel veel dingen die ik doe, de stappen die ik onderneem in mijn bedrijf, met hem in mind, to commemorate him. Ik wil hem trots maken. Ik wil eigenlijk zeggen van, hey, luister nou, ik hoop dat ik heb voldaan aan de verwachtingen. Ik hoop dat ik doe wat jij in me gezien hebt, toen je me bij Radio 10 accommodeerde en daar mijn mediacarrière ben gestart. Ik hoop that I can do right by you. Dat heb ik altijd gevoeld. En eigenlijk... had ik een beetje verdriet gehad, omdat ik het hem niet kon zeggen voordat hij stierf. Goed, dus. Voordat Werner stierf, heeft hij namelijk tegen mij gezegd dat hij heel graag nog een radiostation wilde opzetten. En eigenlijk had hij zoiets van, hé, kom, laten we het samen doen. En ik dacht, ja, je hebt al Radio 10 en zo. Ik heb Shetsky's, Naspang, Libatori. Maar hij bleef maar erover. En ik heb het, elke keer heb ik het afgewimpeld. Anyway, he died. Very sad. En toen, een paar jaar later, en dan dacht ik van, boy, dat ding ondernemerschap, het blijft prikkelen, het blijft borrelen, het blijft gewoon... Oké, weet je wat? We gaan geen radiostation doen, maar dat heeft Werner al gedaan. Uit respect en uit regards voor hem, doe ik dat niet. Maar hij had geen tv-station, dus weet je wat? Dat gaan we doen. We gaan een tv-station opzetten. Dus het idee van het tv-station heeft jarenlang bij me geleefd. Zeker 5 jaren voordat Supreme daadwerkelijk van de grond gekomen is in 2018 zijn we gestart met de opstart van Supreme. Dus zeker vanaf 2013 ongeveer... Wanneer ben je geboren? 2008. Ja... 2011, 2012 begon met dingen een beetje, je weet toch? Van hey, iets met de zender, iets nieuws, iets weet je, uitdagends. Let's go. Oké. Goed. Parkeer dat idee is er. Goed, gaan we even terug naar een andere relatie. Ik was 16 jaar oud. Mijn oma, ik heb het nu verteld. Mijn oma ging naar een kapster. En die kapster was een mevrouw Hafheid van Kariana. En ik ging met haar mee. Maar je weet, mijn oude vrouwen daar, je weet het. Maar goed, ze hielden van mijn benen van de manier. Ik weet niet waarom, maar... I'm not gonna ask any questions about that. Maar goed, ik heb een hele warme band met mevrouw Hafheid van Kariana gecreëerd. Vanaf ik 16 jaar oud was. Ik ben in Holland gegaan, ben teruggekomen, ik ben nieuws gaan lezen. En toen belden ze me op, zeggen, hey, luister naar wat about. Want ik zie dat je nieuws leest bij de SDVS. Maar weet je, niemand doet hun haar, niemand doet hun make-up. Kom bij me. Ik sponsor jou. Ik wil jou sponsoren. Let's go. Kom. Ik ben naar haar gegaan. Ik mocht elke dag dat ik nieuws ging lezen, mocht ik bij haar komen. Ze deed mijn haar. Free make-up. Die dagen ging ik uit. Je weet toch, dat ik opgemaakt had. Mooi. Oké. Dus dat was de relatie die ik had met mevrouw Hafheid. Ik was eigenlijk een dochter, want ze had geen dochters. Dochters. Want ik was 2 tot 3 keer in de week was ik bij haar. Dus story. Dus ja. Ja. Dus één ding waar we niet overheen konden komen. En dat is, waar is Omaira? Jij? Yeah. Ai. Dus zij waren van de NDP, ja. Ik niet. Lastig. Want daar moest ik horen, al die verhalen, je weet toch, van al die NDP-dingetjes. Ik dacht, oh, get me out of here, please. Anyway, mevrouw Hafheid heb ik dus een hele warme band mee gehad. Ik was ook in de kapsalon, ik deed alsof ik thuis was, ik kwam, ik ging. Hele lieve vrouw was dat. En op een of andere manier, op een gegeven moment werd ze ziek. En op een of andere manier was het gebouw waarin Kariana zat, maar dat was gewoon een emotionele waarde die ik heb gegeven aan 4 muren, kwam leeg te staan. Ze was ziek, ze is gestopt in haar kapsalon en het gebouw was leeg. Dus toen dacht ik van, hey, boy,
zo erg, zo zonde, boy. Wat kan ik doen voor die vrouw? Weet je, wat kan ik voor haar betekenen? Hoe kan ik mijn gratitude aan haar kenbaar maken? Anyway, ze is overleden. En een paar jaar daarna voordat ze kwam te overlijden, heeft ze me dus een keertje bij zich geroepen. Dus ze heeft gezegd, hey, luister nou, ik weet dat je in de business bent en zo. What about? We hebben het gebouw hier, waar Cariana toen stond aan de Mahonilaan. En eigenlijk willen we het verkopen. What about? Heb je interesse? Boy, oké, is goed. Heb ik geld? Nee. Nee, maar is goed. Je kan met ons. We kunnen praten. We kunnen een deal maken. Dit en dat. Anyway, fast forward. Uiteindelijk heb ik het gebouw gekocht. Met in mijn achterhoofd. Hier gaat Supreme komen te staan. Maar het was vroeg. Supreme was nog niet aan de orde. Maar het gebouw was er al. Dus ik denk, manifest. Yes, oké. Hier komt de tv-zender te staan. That's where I like really, really, really fucked up. Ze hebben me namelijk een deal gegeven die gewoon Omaira zou laten stijgeren en tegen de muur zou laten klimmen. Want ik mocht het gebouw rentevrij kopen. Ik mocht het betalen bij hun. Ik mocht aflossingen overdoen in 5 jaar tijd. Ai, ai. Ja, ja. They treated me like family. And I really disappointed them. Dus ik heb die aanbetaling gedaan. Die heeft me $25,000 gekost. Ik had geen probleem. Ik had een beetje spaargeld. Ik denk, ik investeer het daarin. Heb ik gedaan. En vervolgens kwam 2016. Dat wil zeggen, dat was het jaar dat Chesky's 3 maanden geen werk had. 0 opdrachten, niets. En ik was gewoon te ashamed, te trots, te naïef. And the list goes on and on. Om naar deze mensen te gaan, ondertussen was ze natuurlijk al overleden, om te zeggen van, hey boy, luister nou, de deal was $10,000 per 6 maanden, ik trek het niet. Als ik dat alleen had gezegd, dan had ik het gebouw nog kunnen hebben. Ik heb dat niet gezegd en ik ben het gebouw kwijtgeraakt. En mijn $25,000, maar dat is nog niet eens het ergste. Maar gewoon dat je naar mensen moet kijken en zeggen, I am ashamed of what I did. Weet je, dit waren mensen die zeiden van, hey, bel ons, het maakt niet uit. Bel ons, praten, kom. Weet je, ze zeiden het voordat er iets aan de hand was. Ik zag die man bellen, ik kan me herinneren, ik was op vakantie in Amerika en ik zag die man zijn telefoontje en ik denk, ik weet waarvoor hij belt. Hij belt voor zijn $10,000 in de 6 maanden. Maar weet je, ik ga het niet opnemen. Ik kon het niet opbrengen om op te nemen. Ik heb hem gedodged. Ik heb geprocrastineerd. En op een gegeven moment, na 1,5 jaar, heeft hij tegen me gezegd, luister naar vriendin, ik hou heel erg veel van je, maar dit kan niet meer. Dus sorry, maar ik ga dat iemand anders verkopen. En ik ga je zeggen, uiteindelijk gebeurt alles met een reden, maar dat was een ultimate low. Dan denk je van, iemand geeft je zoveel, zoveel opportunities en dit is de manier waarop je ermee omgaat. Heel pijnlijk. Omdat je ook zegt van, hé, mijn relatie was eigenlijk niet met haar familie, mijn relatie was met haar. Zij is weg komen te vallen, haar familie heeft die relatie met mij overgenomen, and this is what I do with it. Dus wat heb ik eigenlijk aan haar in ere hersteld? Helemaal niets. En elke keer als ik langs het gebouw rijd, tot de dag van vandaag, zinkt mijn hart tot op de bodem. Dus, de les daar is, communicate. En ook al moet je op dat moment door het stof gaan om te communiceren, doe dat. Want liever dat, dan dat je later gewoon eigenlijk met schaamte niet eens meer iemand in hun gezicht durft aan te kijken. Zo erg is dat. En omdat er een gevoel bij zit, omdat je elke dag in het gebouw daar zat, weet je. De verhalen, de emoties die mevrouw met mij gedeeld heeft in de jaren die ze daar mijn haar en mijn make-up deed. De hele fucking kapsalon was al leeg. Niemand kwam meer. Ik wel. Want ik kwam mijn haar en mijn make-up doen omdat ik nieuws moest lezen of omdat ik een show moest doen. Mocht ik gewoon bij haar komen, 0 cent. Dus elke dag als ik daar langs loop, zeg ik nog steeds in mijn hart, sorry. Want I really, really fucked up. En dat is het gevoel dat gewoon nooit meer weggaat. De man was laatst, ik was laatst in Choi. De man liep daar en ik ga je heel eerlijk zeggen, ik heb iets gedaan wat ik nog nooit in mijn leven heb gedaan. En ik heb me omgekeerd en ik ben naar een andere aisle gegaan. Ik kon gewoon niet feesten
dat ik die man tegen zou komen om te zeggen van, hé, ik kan niet. Dus, don't procrastinate en communicate. Absolute dieptepunten. Leren je harde lessen. En het feit dat je 50 wordt, helpt ook een beetje mee. Dus, dat was een tipje van de iceberg. Van mijn fuck-ups. Maar het waren wel absolute, nou weer, oké, okay, goed. Dat waren absolute dieptepunten in mijn carrière. Waarvan ik denk van, hey boy, als maar één persoon hieruit iets kan leren, dan heb ik niet voor niemand al zoveel pijn gehad, zoveel verdriet gehad, zoveel geld verloren. Maar de bottom line is, ik ben nog steeds ondernemer. Dus dat wil zeggen, ik stap en ik ga door. En morgen komt er weer wat anders. Dus, there are no fuck-ups, only lessons. Neem dat mee. Geweldig, geweldig. Odette, ik las ergens. Failure hurts, but it's strong.